Hey, dit is Spider 3x6 van de Mossadji Crew. Ik vond het een keer leuk om een car-meeting te houden samen met vrienden, waaronder vrienden van de Dutch Black Devils. Hey, beste YouTube-kijkertjes van allemaal, dit is niet Jan Bersnee, dit is Spider 3x6 en ik ben vandaag van plan, en niet alleen ik, maar heel veel vrienden en ja, ik wou zeggen vriendjes en vriendinnetjes, maar die zijn geen vriendinnetjes, want mijn nichtje die kon godverdomme niet. Die is ongesteld. Dankjewel, Jixi. Ik heb vrienden uitgenodigd voor een car meeting. Ik rij er nou naartoe. Het zijn crewmembers van de Mossadji en het zijn members van de Dutch Black Devils. Zeg ik het zo goed, jongens? Yes, dankjewel. Oké, Dutch Black Devils. Maakt niet uit. Hup, en ik crash gelijk mijn auto. Ja, super. Knip ik eruit, maar niet heus. Blijf erin. Altijd leuk. Lachen. We zijn natuurlijk bij het befaamde plekje. Oh, er staan hier cops. Leuk. Goed, super. Er staan cops hier, oh. En hier zijn we dan. Kijk eens aan. Aha, vuurwerk. 4th of July. Happy fucking New Year. Yay! Oké. Okay. Oh fuck. Ja, zo kan hij wel weg. Ik zet lekker mijn bakkie eventjes weg. Kijk, de cops komen gelijk aan. Het is gelijk afgelopen met de 4th of July. Ja hoor, daar zijn we dan. Oh, en ook nog leuk een politieautootje erbij voor de gein. Iemand gaat er vandoor. Wie gaat er vandoor? Ja, ik, Barry. Ah, ja, Barry, natuurlijk. Barry van de Dutch, Dutch Black Devils. Ik zeg maar, ik sta op de parkeerplek. Er staat niemand. Ik zit in een andere sessie. Help. Oh, nee. Nee, dat meen je niet. De parkeerplaats is gewoon leeg. Oh, nee, dat meen je niet. Dat heb ik weer. Heb jij weer. Nou. Oké, hoe de fuck is dat? Kan ik even een invite sturen dat je snel kan komen of? Dat moet Barry even doen. Barry is. Kom eraan. Komt eraan. Oké, nou dus we zijn hier lekker aan het klojoen, zoals jullie allemaal kunnen zien. We zijn lekker allemaal bezig met aan het fucken. Maakt niet uit. Geen interesse. In de smeres. Barry die is al ergens bij het strand, denk. Of hij komt nou net teruggelopen, weet ik veel. Maar we hebben hier een aantal voertuigjes staan van de GTA 5 die we even wouden showen, laten zien. Even wat over vertellen en dit en dat en zo en zo. Nou, ten eerste wat hier voor mijn neus staat is de buzzer. Jongens, van wie is deze buzzer? Van mij. En wie is mij? Zeg je naam eens. Barry. Van Barry. Barry die naar het strand is gelopen omdat de cops achter hem aan zaten. Dit is dus Barry's buzzard. Tegenwoordig bij de buzzard zit er ook een modi op. Dat je zonder raketten kan afvuren. Dat is eigenlijk best wel geinig met de laatste update 1.16. Dat is wel handig. Voor als je iemand wil kapot schieten die een bounty hebt. Super. Altijd leuk. Dan heb ik hier, dit is mijn Rhino tank. De tank, ik haal hem nooit tevoorschijn. Echt, absoluut niet. Ik vind het een kutting om in te rijden. Kop zit altijd achter me aan. En zodra dat ik hem pak, binnen 2 seconden is dat ding kapot. Omdat ze me kapot schieten, maakt niet uit. Hulky heb de Jester en de Buccaneer. Ja, dat is de Buccaneer. En ik zie dan een andere pokkenauto weg is. Hij is weg. Ja. Waar is hij nou? Hij is weg. Nou ja. Fuck dat. Fuck dat. Waar is mijn... Fuck. Kut auto. Weg auto. Niks mee te maken. En dan hebben we Stijntje. Stijntje 2000. Stijntje heb de Phoenix. De auto waar ik oorspronkelijk ben mee gestart. In GTA. Die ik net ook kwijt ben. 2 dagen geleden stond hij niet meer bij mij in mijn garage, was hij spontaan weg. Jammer genoeg. Ja, spijt. Maar ja, goed, maakt niet uit.
En wat heb Stijn hier nog meer staan? Wat is dit, Stijn? Ik ben blij. Die is niet van jou. Van wie is dit kring? Van wie is dat ding? Niemand? Niet van mij? Ja, nou, oké. Okay. Wat is dit voor ding, Stijn? Een pigelle? Oké. Goed. Knippen we eruit. Niet heus. Blijf lekker in zitten. En dan hebben we hier... Coach Rieper. Coach Rieper is hier ook. Hi, Coach. Hi. Even wachten. I want to... Zo is dat render. Even kijken. Coach Rieper, die heb hier een hele zeldzame eigenlijk. Vind je bijna helemaal niet. Moet goed zoeken voor dit ding. Coach, wat is dat ding? Dat is een tornado. Dat is de tornado, jongen. Ik wou zeggen de voodoo. Tornado, die ziet er wat anders uit. Maar de voodoo. De voodoo, how do you do the voodoo do you do? Geinig bakkie, die klasse voodoo, een muscle car. Ziet er lekker uit. Ik hoop dat de GTA straks ook zegt van we gooien er hydraulieken op. Dat ik de hydraulieks op kan gooien, dan lekker bouncen. Dat zou echt vaak zijn. En wat heb je hier? Dus dit is de fucking red loader. Yep, de fucking red loader. Iedereen wou hem hebben in het begin. Iedereen is hem kwijtgeraakt in het begin. Toen kon iedereen hem weer terugkrijgen. Gratis en voor niks. En wat moet je er nou voor doen? Je moet ervoor dokken. Je moet ervoor betalen. Dan hebben we hier de 4th of July Special Liberator. Die ook van Couch Reaper is. Denk ik zo wat. Ja, want hij krept er gewoon op. Die met Red. Ja, Redwood stickers en al. Super. En dan gaan we nu naar onze goede vriend die stond te wachten op de verkeerde parkeerplaats. Xavier. Xavier. Deze parkeerplaats. We zeggen nog zo, jongen, bij de begraafplaats. Waar ga jij naartoe? Jij rijdt naar een andere sessie naar de begraafplaats. Waar ben je toch een slimmerik, hè? Ik vond het. En je hebt natuurlijk de Zenterano. Helemaal in groen, rood. Ja, okay. Een groen en een kroekroller. En dat is dus de Dutch Devils kroekroller? Ja, rood is die, ja. Ja, oké. Ja, maakt niet uit. Ik weet van wie deze auto is. Teetje? Godverdomme. Tomme Teetje is er weer uitgeflikkerd. En toevallig Teetje komt online. Nou ja, dan gaan we even door. Hey Berry jongen. Hey, hoe is het kerel? Gozer grabber. Hallo. Mag ik nog één keer even kijken? Oh, wat is hij mooi, hè? Lijkt net op een bloedvlek. Teetje. Ja. Teetje heeft dus de Peyote en of Teetje Berry hebt dus de Peyote. Teetje komt weer online, ik lees gelijk Teetje. Berry hebt dus hier de Peyote, ook best een zeldzaam bakkie. Ik heb hem toevallig zonder hardtop, dus gewoon de coupé. Met ook de achterwiel en alles. Wij weten allemaal waar je hem kan halen en voor hoeveel dat hij verkocht kan worden. Best veel geld, dus geen probleem. En dan hebben we hier Teetjes andere auto. Een DLC auto. Want Berry, sorry. Teetje, ja, Teetje is er niet. Waar is Teetje? Gaat Teetje even opzoeken. Even wachten. Teetje. Nee, even wachten. Teetje. Teetje moet ook komen. Waar is Teetje? Vrienden. Waar zijn de... Ja, even wacht even. Ben even Teetje aan het zoeken. Teetje. Playing story mode. Teetje moet even terugkomen. Uitnodigen voor game. Godzakken onder u. Zo. Teetje is uitgenodigd voor de game. Kijk maar of hij in de party komt. Berry. DLC. Auto. Niet zeggen hoe je eraan komt. Want wij weten het. Maar je hebt dus de DLC versie van GTA gekocht. Hè?
Brave jongen, brave jongen. Brave jongen. Ja, ja. Inderdaad. En dan hebben we hier. Dit is. Wat de hel is dit? Ja. Wat is dit? Wat ja. is dit? Ja. Ik kan het niet uitspreken, maar iets van Cognoscenti of zoiets. Of we hebben net wel de sloop gehad. AKA de Bentley. Ja, oké. Okay. Oh, en dan hebben we Hulk. Die heb je even een kopauto geweest halen. En natuurlijk de Valentine's Day Special auto. Die Roosevelt. De Roosevelt, die je niet meer kan krijgen. Jammer genoeg, want ik vind hem echt tof. Tof bakkie. Ik heb hem ook gehad, maar ik vond hem kut rijden, dus daarom heb ik hem weggedaan. Niks mee te maken, weg mee. Oh ja? Oh, ja, ik zie het. En dan komen we bij... Hoerenkonda. Even kijken. Die heb de Coquette Classic. Ja, dat klopt. Van de Flight School DLC. En wat is dit ook alweer? De wat? Carbonizer. Oh ja, de Carbonizer. Toch? Ja? Nee? Ja, de Carbonizer met hardtop. Nee, dat is convertible. Hij kan ook open, ik zal hem even voor je open doen. Oh ja, kan er deze open? Doe het eens. Doe het eens voor de gein. Doe het eens. Doe het eens. Kijk eens dan nu. Dat is prachtig, dat is mooi. Schijnig. En dan is het een softtop. Nou, Teetje is... Ik weet niet of Teetje al erin zit, even kijken. Nee, Teetje zit er niet in. Volgens mij komt Teetje ook niet meer terug. Hulk, ik heb even een kopauto even lekker meegenomen. Om te showen. We gaan even een klein rondje rijden. Kleintje. En dan komen we hier weer terug. Ik hoor... Ja hoor! Ja hoor! Ja hoor! Zo, ja, dan rij je maar dronken. Nou, iedereen stap in de auto. Ferdy! Hallo. Ferdy, wat doe je? Dat deed je zelf omdat je dat helikopter hebt. Ja, ik ben dronken, ik zie niks. We wachten even totdat iedereen klaar staat. Ja, dan had je maar niet dronken moeten worden, hè jongen. Ja, ik ben nou weer nuchter, dus ik kom eraan. Oh, hè. Godzakken. Het kind heeft een blaas van hier tot aan de deur. Nou, even kijken. Wie missen we nog? Wie moet er nog aankomen? Ja, Stijn natuurlijk. Stijn is weer te laat. Nou jongens, binnen 3, 2, 1 en we gaan racen. Nou ja, rijden dan. Niet botsen, niet beuken. Kijken wat je doet. Hè? Schadeformulieren liggen nog klaar in mijn dashboardkastje. Volgen Barry wel even. Ja, we volgen Barry. Barry is de leader. Follow de leader. Volg Barry. Nou, ik ga even tekenen, want ik heb een krasje. Ach ja. Ik heb geen achterlichten. Klein rondje rond de bok met alle auto's. Ik ben natuurlijk... ik dus. Nee, wacht even. Dit gaat fout. Ik ga erop niet beuken. Dan gaan we even langs de Los Santos. Oh! Oei. echt een cruise allemaal, jongen. Jezus. Jongens. Wat een gedoe. De Los Santos zei je toch? Ja, we rijden toch langs de Los Santos? Dat doen we nou toch? Er ging er eentje in de Los Santos, oh ja. Eerst op de verkeerde plek en dan nog wel in de Los Santos passen er langs. Maar kom Hulk. Mee, jongens, niet remmen, anders zijn we de lul. Ja, huppatee en Hulk, yep. Die non-playable characters toch, hè? Die non-playable characters, altijd die non-playable characters. Nee, dat was die prior. Hey joh! Fuck! Hey! Hey joh, Bopi! Hey joh! Nou, en dan zijn we weer terug. We hebben ze allemaal gezien. Ik kan nog eventjes wel even wat dollullen, maar daar heb ik nou even helemaal geen zin in. Kijk, Alan.
ziet er nou een stuk korter uit. Alle andere auto's waar we mee kwamen, die zijn allemaal gedespawned. Ik word bijna overreden door de devil. Hup, couchripper ertussen, alles erin, erop, eronder. Stijn, hoppatee, yep. Helikopter staat in de pad. Even wachten, ik ga even lekker hier op mijn eigen staan. En ik zeg jullie even een kleine groet. Als dat nog wilt lukken, want ze rijden als gekke hero in GTA 5. Echt waar, ja, dat bedoel ik dus, Stijn. Ze beginnen als gekke te rijden. En nu zit er al eentje al in de helikopter aan het schieten. Jongens, we hadden afgesproken, no guns, no guns. Dat is Barry, hè? Nou. Hey jongens, schiet Barry uit de lucht. Ik zou zeggen, jongens, like deze kleine rottige video waar we lekker aan het handelen zijn. Iedereen van de Dutch Devils die nog niet hier is of die een keertje mee wil doen, dat mag. Iedereen van de Mossad G die nog mee wil doen, mag altijd. Stuur me gewoon even een invite of zo, dan komt het allemaal wel goed. Volgende dingen wat ik ga doen is natuurlijk de volgende update. En dat zal waarschijnlijk natuurlijk en toch wel zeer zeker de update. Hallo, blijven verstaan. Yep, en daar gaat Barry. Dat zal natuurlijk de update zijn van 1.17 van GTA. En ik heb al een klein bruin vermoeden welke wat er gaat zijn en wat er gaat inkomen. Maar tot dan zeg ik lekker helemaal niks. Ik ga jullie lekker nu dit eerst geven. Ja, en die gaat me dat geven. Klote kop. En ik zeg jongens, tot de volgende keer maar weer.